Hoi, dit is de podcast van Fenitel. Ik ben expert, coach en ervaringsdeskundige op het gebied van helen van narcistisch misbruik. En in deze podcast ga ik het hebben over het slachtoffergedrag van een narcist. Dat is ook weer een hele effectieve emotionele manipulatietechniek. Want ja, de narcist is een geboren manipulator. En dit werkt vooral goed bij mensen die gevoelig zijn. Empathisch, hoogsensitief. Als je graag wilt helpen en je het geen moment afvraagt of het wel echt is wat een narcist doet. En als codependent, wat letterlijk betekent medeafhankelijke. Maar ik vind het altijd nog het beste vertalen met de pleaser, de aanpasser, de wegcijferaar. Als je zo iemand bent, dan trap je hier heel makkelijk in. En het is ook super tegenstrijdig. Want een narcist houdt er behoorlijk veel streken, leugens en manipulaties op na. Hij is meer dan gemiddeld grensoverschrijdend en ook nog eens een keer weinig gewetensvol. Hij heeft veel meer een daderprofiel dan dat van een slachtoffer. En toch gedraagt deze zich als een slachtoffer. Maar ook weer, niet zozeer naar de buitenwereld, maar in die kleine kring waar die vertrouwd is. Dus als het een familielid is in de familiekring, of als je er een relatie mee hebt in de relatie. En zo kan bijvoorbeeld een narcist die kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf. En daarbij is alles wat hem te laste gelegd is bewezen. Het is overduidelijk. En toch zal in bijna alle gevallen de narcist dit heel onterecht vinden. Die vindt gewoon dat hij onterecht veroordeeld is. Dat beweert hij dan ook glashard, zonder blikken of blozen. Dat hij niet de dader was, maar juist het slachtoffer. Dan kan je nog zoveel met de feiten komen, maar die blijft dat gewoon vasthouden. En vaak komt het ook voor dat een narcist onwaarheden vertelt over zijn of haar jeugd. Dat hij een heel groot slachtoffer was van de omstandigheden. En als je naar deze verhalen luistert, dan kan je vaak het gevoel bekruipen dat het niet helemaal klopt. Omdat de voorbeelden soms wel eens te extreem lijken of zo. Of omdat ze ook niet helemaal matchen met de andere verhalen of feiten die je kent van zo'n persoon. Of omdat het een beetje ongevoelig verteld wordt of zo, dat de emoties erbij helemaal niet kloppen. Maar toch neem je het meestal wel aan, omdat je gewoon niet kunt voorstellen dat iemand zulke erge dingen verzint. Maar toch is dat wel precies wat een narcist doet. Dus hij of zij kan heel makkelijk vertellen dat hij geslagen of verkracht is in zijn jeugd, terwijl dit niet het geval is geweest. Maar als hij daardoor aandacht, liefde en hulp krijgt, dan zal hij het niet nalaten om zo'n leugen in te zetten. Omdat het werkt. Zo zit dus het brein van de narcist in elkaar. En dat is, ja, heel anders dan het brein van de codependent of degene die verliefd wordt op de narcist. Of die in een familie samen heeft gewoond met zo iemand en dan juist een hele hulpvaardige persoon is, empathische persoon. Dan kan je dat bijna niet inleven. Maar door het gebrekkige geweten komt de narcist er ook voor zichzelf mee weg. Nou, een narcist kan ook heel makkelijk ziekte faken. Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan variëren van kleine dingetjes tot chronische hoofdpijn, migraine, maar ook tot aan hartaanvallen en beroertes. En die kan dat zelfs ook nog eens keer in scène gaan zetten. En een narcist zal het ook niet nalaten om te dreigen met zelfmoord of zelfs moord als hem of haar het goed uitkomt. Nou, zelf heb ik al deze voorbeelden heb ik meegemaakt in mijn relaties met narcisten. Dus ik weet hoe dat werkt. En niet één keer, maar meerdere keren. Met verschillende narcisten.
En ondanks dat ik een intelligente vrouw ben, weet ik hoe ongelooflijk moeilijk het is om dit te herkennen en hier het hoofd aan te bieden. Ergens voel je wel dat er iets niet klopt, maar het is zo extreem dat je het je echt niet kan voorstellen. Voor mij was het in ieder geval tientallen jaren lang een onmogelijke zaak om, en een, ook een onmogelijke taak om hier een vinger achter te krijgen. Vooral is het ook lastig, hè, omdat je dan vaak ook de enige bent die zoiets ziet. En dat maakt ook dat je aan jezelf gaat twijfelen. Want, en dat het gedrag naar de buitenkant van een narcist weer zo anders is. Dus dat anderen zich ook niet kunnen voorstellen dat hij of zij zoiets doet. Dus dat is nog een extra complicatie. Nou, om uit die verwarring te komen en om duidelijkheid te krijgen dat de kwartjes gaan vallen bij jezelf, is bewustzijn hoe het in elkaar zit met een narcist cruciaal. Nou, met deze podcast is het ook mijn intentie om daaraan bij te dragen. Nou, vond je dit een waardevolle podcast? Abonneer dan even, want dan krijg je direct een melding als er een nieuwe podcast klaarstaat. Ik kan het ook heel erg waarderen als je een like geeft of een opmerking maakt. En dan zie ik je heel graag weer bij een volgende podcast. Doeg!